Mijn naam is Yvonne Oostdam. Samen met nog zo'n 700 andere melkveehouders boeren wij in dit prachtige veeweidegebied. Het is van cruciaal belang dat we ook in de toekomst onze bedrijven kunnen blijven ontwikkelen. We worden echter geconfronteerd met strenge maatregelen rondom ammoniakjes als gevolg van de Natura 2000 gebieden. Terwijl in dit veeweidegebied het vaak lastig is om de ammoniakemissie laag te houden. Daarom zijn we graag bereid de handschoen op te pakken, samen met het bedrijfsleven, de LTO en met collega veehouders, om uit te zoeken wat de beste en economisch meest rendabele maatregelen zijn om de ammoniakemissie terug te brengen. Wij gaan ervoor. Uit diverse landelijke studies blijkt dat de ammoniakemissie op veenweidebedrijven veruit het hoogst is. Dat heeft te maken met dat maïsteelt op veenweidebedrijven eigenlijk niet of nauwelijks mogelijk is. En de mineralisatie uit de veengronden zorgt voor heel veel stikstof op het bedrijf. Ammoniakemissie is een kwestie van een integrale aanpak tussen de verschillende componenten op het bedrijf met de verschillende ketenpartners. Zodoende zijn de zuivelindustrie, de mengvoederindustrie en ook loonwerkers betrokken bij ons netwerk om te werken aan een totaalaanpak op het bedrijf. Wij als samenwerking hebben echt een rol om de ammoniakproductie zo laag mogelijk te houden. En daarom willen we graag met die veehouders ervoor zorgen dat we een rantsoen en krachtvoer ontwikkelen, zodat deze koeien hier heel goed kunnen produceren met gras en de bemesting van hier in het veeweidegebied. Wij als samenwerking hebben daarin duidelijk een rol en verantwoordelijkheid. En die willen we graag nemen om samen met die veehouders echt een slag te maken in de ammoniakproductie.